Ik zit hier met Ilke. En Ilke, jij als voormalig scootjekampioen, kan ik denk ik wel vragen wat zeilen nou zo leuk maakt. Dat is het ultieme vrijheidsgevoel. Dat je gewoon echt even helemaal los van alle zakelijke dingen of beslommeringen bent. En daardoor een heel makkelijk contact krijgt met degene waarmee je op die boot zit. Wat meestal de bedoeling zijn van bedrijfsuitjes of incentives. Ja, want Holland Sail, waarin is dat bedrijf gespecialiseerd? Wij verhuren traditionele schepen, grote klippers, tjalken, geschikt voor van 6 tot 60 personen. Als er nog meer mensen zijn, dan kunnen we met meerdere schepen bijvoorbeeld ook nog een wedstrijdje uitschrijven en uitvoeren. En wij varen ongeveer op de Nederlandse binnenwateren van, zeg maar, van Amsterdam tot de Waddenzee. Onze basisstations zijn Enkhuizen en Harlingen. Nou, Enkhuizen is ongeveer vanaf de ring van Amsterdam 3 kwartier rijden en Harlingen een uurtje, dus ook heel erg dichtbij. En proberen de mensen een hele leuke beleving aan boord te laten beleven. Ja, wat met wat voor schepen varen? Dit zijn oude klippers en tjalken. Die zijn meestal zo rond de eeuwwisseling gebouwd. Dus een aantal van die zijn al meer dan 100 jaar oud. Zijn helemaal gerestaureerd. Benedendeks is het helemaal ingericht, ook voor slapen. Er zitten luxe cabines in met eigen douche en toilet. Een uitgebreide keuken en sommige zit zelfs een bar in. Dus een zeer goede entourage voor een leuke dag. We hebben nu vooral over bedrijfsuitjes gehad. Ja. Maar wat nu als ik als particulier wil komen? Ja, dat doen wij ook uiteraard. Wij varen het hele jaar door. Van april tot eind oktober. Van een weekend of een week of een midweek. En vrienden, families, verenigingen. Alle groepen hebben we aan boord. En we hebben ook nog een speciaal programma. Het heet Sailing Together. Dus als jij eens een keer alleen of met je partner of met je vriend of vriendin. Kun je een hut alleen aan boord boeken. En maken we een mooie Wadden- of IJsselmeer cruise. Nou, klinkt hartstikke leuk. Dankjewel. Nou, kom eens aan boord zou ik zeggen.